Welkom bij onze nieuwe weekvlog. Wat leuk dat jullie kijken. Het is zondag en het is bevrijdingsdag. Wij zijn met vrienden op pad en we zijn naar Anholte Zwijs. Een soort van kleine dierentuin, vergrote kinderboerderij, een beetje daartussenin. Dus we zijn met heel veel, maar superleuk. Ja. Waar zijn we? Ja. Bij de geitjes, hè? Ja. Wij zitten wel daar. Allemaal geitjes om ons heen, hè? Ja. Brief. Is dat leuk? Maar de geitjes hebben nog honger. Hebben ze nog honger? Ja. Hoezo? Je hebt al heel veel gegeven, toch? Ja, we hadden nog niks gehad. Geit erbij. Hé. Geit er ook bij, hè? Oh. Allemaal geitjes, hè? Het is vandaag woensdag en ik ben vandaag weer vrij. Het is sowieso altijd mijn vrije dag. Gisteren en maandag heb ik moeten werken. Bij ons op de middelbare school hebben ze niet 2 weken vakantie, maar
één volle week gehad. En vandaag, gisteren moesten ze naar school. Ik heb ook niet zoveel gefilmd op maandag en dinsdag. Ook gewoon omdat ik heel druk ben geweest met werken. En dan laat thuis was. En ja, dan is het gewoon niet zo heel leuk om te filmen. Deze week ben ik nu helemaal alleen. Patrick is met paintball een toernooi aan het houden in Duitsland. En daar is hij gisteren weggegaan. Gistermiddag. En dan komt hij pas zondag ergens thuis. Dus hij is van dinsdag tot en met zondag weg. Dus ik moet alles nu alleen doen met de kinderen. Dat komt goed. Gisteren hebben gelukkig vrienden geholpen. Want ik moest natuurlijk werken. Normaal is Patrick thuis. Dus mijn drie kinderen konden dadelijk al eten. Bea is toen nog naar training gebracht. En daarna kon Bea ook nog eten. Dus dat is super lief. En ze hadden ze al in bad gedaan. Dus ik kon ze eigenlijk ophalen en door naar bed brengen. Ze waren ook wel een beetje moe. Dus het was goed dat dat al gebeurd was. Wat gaan we vandaag doen? Bea moet straks naar de tandarts. Dus die moet daar nog naartoe brengen. Riff heeft vanavond nog voetbal. Dus dat ben ik benieuwd hoe dat gaat. Omdat ik ook de anderen allemaal mee moet nemen naar de training. Mijn vader wordt vandaag geopereerd. Of die is nu net weggebracht tot hij klaargemaakt kan worden voor de operatie. Dus dat is natuurlijk ook altijd wel een beetje spannend. We hebben eigenlijk niet echt verder andere dingen op de planning staan. Er moeten nog wat boodschapjes gehaald worden. Vandaag denk ik nog een beetje een rustig dagje. Ik ben nog niet helemaal fit. Ik denk hooikoorts, maar misschien ook wel gewoon ziek aan het worden. Ja, ik ga niet de hele dag met ze binnen zitten, want dat wordt natuurlijk 10 keer niks. Kan je wel begrijpen, denk ik. Dus ik probeer denk ik nog wel vanmiddag even iets met ze te gaan doen. Maar ja, alles in eentje deze komende dagen. Maar dat komt goed. Good morning. Goedemorgen. Zoals je kan horen, mijn stem is niet al te best. B heeft haar trainingspak aan. Helemaal zo. Helemaal zo, even met je rug. Want ze heeft vandaag vanuit de Top Turn Academie achterhoek heeft ze een districttraining in Den Bosch. Op Hemelvaart. Het is 6:45 'smorgens. En ik moet haar dadelijk naar Lichtenvoorde brengen, dus dat valt mee. En daar kan ze instappen bij teamgenootjes. Twee teamgenootjes. Dus ze is daar eten aan het klaarmaken. Daar komen aardbeidjes in. Dit niet. Die zal ik even wegzetten. Dat is voor 's avonds. wat ga je nog meer erbij in doen? Nootjes. Ja, of in dat bakje. In het bakje meestal iets van nootjes. Hier doet ze vaak nootjes in. Ik neem nog even een boterham op, want ik weet niet hoe lang de dag duurt. En dan neemt ze nog iets lekkers om mee te eten. Dus dat is wel weer een lange dag. Helemaal in Den Bosch. Wij hebben natuurlijk hier Hemelvaart. Vanmiddag. Ja, vanavond gaan we barbecuen met vrienden. En ik denk vanmiddag die oldtimers met auto's op de markt staan. Dus misschien dat ik daar nog even met de kinderen heen gaan. Dus ik weet niet of Bea al terug is. Dus dan moet ik ook nog even kijken hoe en wat ik dat allemaal ga doen. Ik heb de andere kinderen ook wakker. Die laat ik gewoon lekker in de pyjama zitten. Dan stop ik mijn pyjama nou in de auto. Want dan zet alleen Bea af en dan gaan we weer terug. Hoe zij zich niet te haasten. Ik zit zelf ook nog in een chillpak. Maar dat komt ook. Een beetje veel. Oh ja, maar ja, ik ben toch de hele dag weg. Ik zit natuurlijk ook nog steeds in een chillpak, maar dat komt omdat ik ook nog niet zo lekker ben. Ik hoop dat het wat beter gaat straks, dat het komt door de nacht. Maar ja. Mag ik deze broodje meenemen? Ja, dat mag. Maar ben je wat een beetje te groot? Ben je past dingen niet meer, hè? Nee, kijk, hij is iets te klein. Trainingspak wat te klein, broek wat te strak. Zet naar beneden. Normaal heeft ze ook sokken met TTA en haar naam erop. Maar die zijn ook al te klein. Ja, dit was een maat 26 tot met 30. Maar jij zit al in maat 33, dus die passen niet meer. Dus we moeten even kijken of we daar ook nieuwe voor kunnen krijgen. Maar trainingspak wel, dat weet ik
Ja, het trainingspak gaat elke keer passen. Dus iemand wel vooral dat denk ik. Maar ik ga even, even helpen, zodat we op tijd weg kunnen. Dat er geen vertraging is. Wat zijn we aan het doen? Met Dorp. En naar auto's kijken, hè? Ja, en weet je wat ik ga? Lekker snoepje. Mm. Jam, 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 jam. Lekker, hè? Nou, wij zijn nog even aan het wachten, want wij moeten B ophalen en zij wordt hier bij het tankstation dadelijk weer afgezet. Maar het is mooi weer en warm, dus een lekker ijsje erbij. Hier nog eentje. Wil mijn ijsje kijken? Vos is nog bij vrienden van ons, dan hoeven ze niet meer in de auto. Maar even Dax wil er wel graag mee met mij, dus dat is prima. Dus ik denk nog een kwartiertje of 10 minuutjes, zoiets. Misschien 10 minuten wachten. En dan gaan we weer terug naar vrienden. Wat heb je allemaal? Wacht even. Heb je handjes zo? Die daar achter? Ik moet gewoon in één keer in de handen geven. Dax, wat ben jij? Bouwvakker. Bouwvakker. Dat is wel bang. Gaan we in één keer? Zo, en dan handjes dicht. Ja! Oh. Nou. Oh, dat gaat vallen. Dat gaat het weer vallen. Gaat niet vallen. Ik dacht. Een speltje aan doen. Dat is grappig toch? Hallo. Het is vandaag, vrijdag, mooi weer. Dus we gaan naar de speeltuin, buitenspeeltuin. Groot Nibbeling heet het. Kibbeling. Ja, dat is wel echt altijd groot kibbeling. Ik heb ze allemaal mee. Dus we gaan lekker spelen.
Het is vandaag zaterdag en ik heb de kinderen meegenomen naar een verrassing. Ze wisten niet waar we naartoe gingen. We zijn in Duitsland, zo'n Wildpark Frankenhof. Een soort van overkapte kinderboerderij / dierentuin met heel veel speelmogelijkheden, ook gewoon een speeltuin. Dus daar ga ik nu met ze heen. Patrick is nog steeds paintballen. Dus ik heb hier alweer drie zitten. En één zit nog in de auto, maar we gaan even de spullen uitpakken. En ik neem jullie mee vandaag. Hebben jullie er zin in? Ja. Nog lekker broodjes eten. Hier is er nog eentje. Vast nog lekker broodjes. Nou, de kindjes zijn lekker aan het spelen. Ik zit even aan een picknicktafeltje. Kunnen zij mooi even in de speeltuin spelen. Eigenlijk had ik het liefste morgen gedaan, want morgen is moederdag. Maar B moet wel gewoon trainen. Dus dan dacht ik, dan gaan we gewoon vandaag. Dan vieren we vandaag gewoon een soort van moederdag. Patrick is toch niet thuis. Vandaag niet. En morgen is hij pas laat thuis. Dus dan kan ik nou zo goed vandaag met ze gaan. Kunnen ze allemaal spelen. Vind ik zelf ook fijn, want dan hebben ze minder ruzie in huis. Dus, maar het is echt een mooie plek. Veel speelmogelijkheden. En ook dat ze met veel dieren kunnen aaien. Zodat lama's kunnen ze oude eten geven. Geitjes kunnen ze eten geven. Maar de dieren ook wel echt dichtbij. Dus dat is wel leuk voor de kinderen. En echt heel veel speeltuintjes hier. Dus dat is top. Dus wij vermaken ons vandaag wel. Zeker met het mooie weer van vandaag. Heerlijk. Zo, wij zijn weer thuis en ik heb de kinderen allemaal weer een bad gedaan. Ze liggen nu net allemaal in bed. Het is net 7:30 geweest, dus top. Mooi op schema. We hebben een superleuke dag gehad. Echt, dat is wel een... Frankenhof is echt wel een leuk park. Ook niet heel duur, dus voor als je... Nou ja, kijk, je ergens naartoe wil gaan, maar niet zo heel veel zin hebt om veel geld te betalen... En bij ons zijn dagjes uit meestal heel snel al heel veel geld. Dan moeten we natuurlijk 4 kinderen hebben. Zijn dit soort dingetjes best wel leuk. En onze kinderen hebben echt heerlijk vermaakt. Ze wilden eigenlijk ook helemaal niet weg. Maar toen het tegen 5:00 was, zei ik van jongens, we gaan nu wel echt naar huis. We moeten nog eten maken. En ook nog wel een beetje op tijd naar bed. Nou ja, dan zijn ze eigenlijk ook heel lief geweest. Met zo'n dagje weg kan natuurlijk alle kanten op gaan. Het kan... Of heel gezellig zijn. Of
dat ze de hele tijd boos op elkaar zijn. Maar ze waren eigenlijk allemaal heel gezellig met elkaar. Dus dat is heel fijn. Dat is voor mij dan ook gewoon een leuk dagje. En natuurlijk, ik was alleen met ze. Want Patrick is nog bij paintball. Die komt morgen, als het goed is, weer thuis. Als het goed is, morgen komt hij weer thuis. Maar ik denk tegen de avond. Ik ga nu eventjes de boel weer een beetje op orde maken. Want we hebben natuurlijk gegeten. Moet nog een beetje opruimen hier en daar. En dan ga ik de vlog bewerken. Zodat hij morgen ook online kan. En voor jullie is dat dan de zondag. Dus bij deze wil ik jullie alvast heel erg bedanken dat jullie weer gekeken hebben naar onze vlog. Vergeet niet te abonneren. En natuurlijk een duimpje omhoog. Tot volgende week.